dit moment en word je bewust dat je op de mat ligt. Word je bewust van alle aanrakingsplekken van je lichaam met de mat. Kijk naar jezelf. Observeer jezelf en luister wat je lichaam je vertelt. Kijk ook naar je adem, hoe die komt en gaat. En al die gedachten, laat ze maar gaan. Voed ze niet, probeer er niet in mee te gaan. Laat me los. Dan ga je met je aandacht naar je linkervoet. Adem in. Strek je linkervoet van je weg. En uitademend laat je los. Adem in, til het linkerbeen een stukje van de mat. Voel het gewicht. En uitademend leg je hem zachtjes neer. Bijna je rechtervoet. Adem. Strek je rechtervoet van je rug. Uitademend laat je los. Adem in. Til het rechterbeen een stukje van de mat. Voel het gewicht. En uitademend leg je hem weer zachtjes neer. Ga je naar je heup. Zit vlak. Adem. Span de bilspieren aan de heupen, komen een stukje omhoog. En uitademen, schuif je ze breed. Ga je naar je schouders, schouderbladen, adem in, trek onder je schouderbladen naar elkaar toe, borstkas komt omhoog. En uitademen, schuif je ze weer breed. Ga je naar je linkerarm, adem in. Linkerarm een stukje van de mat. En uit leg je hem neer. Maak een vuist, spannen. En ontspannen. En beweeg die vingers weer even losjes heen en weer. En naar je rechterarm. Adem. Je rechterarm een stukje van de mat. En uit leg je hem neer. Vuist, spannen en ontspannen. Beweeg die vingers weer even losjes heen. Ga je naar je hoofd, je nek, adem in, til je hoofd een stukje van de mat, kin wijzen richting borstbeen. En uitademend leg je je hoofd weer neer en rol je zachtjes van links naar rechts, zodat de eerste spanning uit de nek verdwijnt. En laat je hoofd dan in het midden rollen. Kijk weer naar jezelf. Blijf jezelf observeren. Dan sluit je je voeten aan in. Strek je armen langs je oren naar achter. Maak je langere rekje uit en moet je daarbij gaten. Laat het dan gewoon gebeuren. De ruimte en de rekking in je lichaam. En rol dan al rekkende op je linkerzij. En op je linkerzij kijk je of je een holle rug kunt maken. Voeten iets naar achter. Kijk naar je handen. Adem langs je rug, langs je flank. Zoek de ruimte op. Ademend rek je nog een keer op. Uitademend rol je op de rug. Trek daarbij de knieën boven de buik. Neus naar de knieën. En maak je dan weer lang. Rek je uit. Rol op je andere zij. Ook daar. Kijk wat vandaag haalbaar is. Voet je iets naar achter. Kijk naar je handen. Adem langs je rug, langs je flank. Inademend rek je nog een keer op. Uitademend rol je
achter de buik, neus naar de knieën. En leg dan je hoofd neer en met je knieën boven de buik draai je cirkels. Kleine cirkels, grote cirkels. Zodat je aan alle kanten die rug wakker maakt, voorbereid voor de houdingen. Doe ook een paar keer de andere kant op. En luister ook naar je lippen, naar je rug, naar je lichaam. Heb je dat gedaan? Kwispel dan. Je voeten heen en weer te stiepen. Voel dat je onderrug over de mat wrijft. Zet je voeten achter je zitplaat op de mat. Kijk waar je de handen plaatst aan de enkels of op de mat. Je ademt in en je komt zo hoog mogelijk met je heupen omhoog. Steun op je platte voeten, steun op je schouders. Gebruik je adem om de houding vol te houden, maar blijf goed naar je lichaam luisteren. Kom altijd eerder terug als je lichaam. Ga dan met je aandacht in de rug, werf voor werf, naar de mat terug. Leg je rug ook weer breed neer. Even de knieën naar je toe als je zo ver bent en schuif dan de voeten. Dan sluit je de voet aan een. Trek de tenen naar je toe. En schuif ombeurten de hielen van je weg. Eén been lang, één been kort. Dan je knieën naar je toe. Wil je ondersteuning voor je rug, zet dan je handen onder je zitvlak. Je ademt in en je strekt de benen looprecht omhoog. Strek daar de tenen van je af en naar je toe. Voel de rekking aan de voor- en de achterkant van de benen. Ga dan verder met hakken tenen. Hakken tenen. Tenen tegen elkaar, hakken naar buiten. Hakken tegen elkaar, tenen naar buiten. Voel hoe de beweging doorloopt. Naar je heup. Maak dan ruimte tussen je voeten en draai rondjes in de enkels. Draai ze maar los. Zowel naar binnen als naar buiten. Probeer het iedere dag even te doen. Hou die enkels soepel. Heb je dat gedaan? Trek dan even de knieën boven de buik. Adem een keer rustig in en uit en voel dat je buikspieren zich ontspannen. Op de volgende inademing strek je nog een keer de benen omhoog. Uitademen, gaan ze in een wijde spreid opzij. Duw de hielen eruit, trek de tenen naar je toe. Sluit je de benen aan in, trek je knieën boven de buik, zet je voeten achter je zitvlak op de mat, strengel je vingers onder je achterhoofd ineen, zet je zitvlak een klein stukje naar rechts, knieën zinken naar links, hoofd draait naar rechts. En probeer maar helemaal naar binnen te keren in de houding. Je hoeft niets te doen, alleen. Loslaten.
ademend zet je de knieën weer rechtop. Zit je eerst in het midden. Dan een stukje naar de linkerkant. Knieën zinken naar rechts. Of draait naar links. Zet je de knieën weer rechtop en zit vlak in het midden. Uitademend schuif je de voeten van je weg. Arm ontspannen langs het lichaam. En voel even na. Kijk weer naar jezelf, leef je erbij. Leef jezelf observeren. Observeer daarbij ook je adem, hoe die op dit moment komt en gaat. En vanuit die basis ga je de volledige ademhaling op. Vind je het prettig, leg dan je handen op de buik om de aandacht daar te houden. Voel hoe bij iedere inademing je buik wat naar voren beweegt. Je flanken opzij bewegen en je long tot de volstroom. Even vol. En bij iedere uitademing voel je weer het terugveren van de buikwand, de flanken, tot de stromen leeg. En deze een leegte, een loslaten. Blijf die adem zo volgen in je eigen tempo. Met iedere inademing zet je uit, laat je toe. Met iedere uitademing laat je weer los, je buik weer terugveren. Misschien merk je dan ook dat er rust in de adem komt. De rust in de gedachten volgt vanzelf. Het begint bij de adem. En als je wegdwaalt, keer weer terug naar de adem. Maak dan rustig de ademhaling waar je mee bezig bent af. Voel even na. Zal ik het woordje van vandaag voorlezen? Er staat boven: hoe heerlijk is het om uit te rusten en dan na afloop niets te doen. Dat is een Spaans recept. Herinner je je nog dat je weg kon dromen, wanneer je maar wilde? Je zomervakanties in je jeugd waar geen einde aan leek te komen. Maar wat was het laatste moment dat je je helemaal uitgerust voelde? De kunst van het rusten lijken we verleerd te zijn. En dat terwijl intentioneel rusten een van de meest helende en heerlijke geschenken is die je jezelf kunt geven. Je kunt er de balans van doen en zijn mee herstellen. Je hoeft niet te wachten tot het weekend of de volgende vakantie om te beginnen met wat serieuze wegdoezeltijd. 10 minuten per dag kan al genoeg zijn om je resetbutton in te drukken. En vergeet niet met regelmatig te rusten en dan na afloop niets te doen in navolging van het Spaanse gezegde.